Na de Eerste Wereldoorlog ligt de stad Ypres in puin. Winston Churchill eist Ypres op als holy ground. De stad moet een ruïne blijven. Maar dat is buiten de veerkracht van de inwoners gerekend. Zij zorgen dat de stad als een feniks uit zijn as herrijst. 100 jaar later kun je met een jaarprogramma van expo's, fiets- en wandelroutes de wederopbouw van Ypres en de Westhoek herbeleven. Alle info vind je op phoenix2020.be.